Heb je soms ooit cartoon-karakters in het echt willen ontmoeten? Vandaag is je kans. We kijken naar bijna levensechte 3D-tekeningen van cartoon-karakters zoals Pocahontas, Buzz Lightyear en de gele vader uit Springfield op nummer 1. Al geabonneerd met de bel aan? Goed gedaan. Druk nu nog op de like-knop, zodat de video kan beginnen. 11. Pocahontas. Als je een kind was in de jaren 90, dan kan het bijna niet anders dat je de Disney-cartoon Pocahontas hebt gezien. Voor degenen die het niet weten, even een kleine samenvatting. Pocahontas is een Amerikaanse geanimeerde muzikale romantische dramafilm uit 1995, die losjes is gebaseerd op het leven van de Indiase vrouw Pocahontas. Het is een fictief verhaal dat vertelt over haar historische ontmoeting met de Engelsman John Smith en de kolonisten van Jamestown die van de Virginia Company kwamen. De Finse kunstenaar Jirka Vaitanen heeft middels fotocompositie en digitale verftechnieken levensechte versies gecreëerd van verschillende Disney-prinsessen, waaronder Pocahontas. Zij was geen traditionele prinses met een kroontje en een koets, maar in het verhaal was ze de dochter van het dorpshoofd. Ze had een soortgelijke status van een prinses dus. Kijk je naar de tekening van de kunstenaar en leg je die naast de cartoon en deze echte vrouw gekleed in een Pocahontas-kostuum, dan zijn ze alle drie bijna hetzelfde. Het lange zwarte haar, spitse lange neus, hoekige kaaklijn, volle pruilmond en lange slanke postuur zijn enkele van de meest opvallende kenmerken die bij alle de drie Pocahontas-versies terug te vinden zijn. Wie het model is in het Pocahontas-kostuum weet ik niet precies. Ze vertoont in ieder geval heel veel gelijkenissen met zowel de originele cartoon en de grafische tekening van Jirka. 10. Moana. Van alle Disney-prinsessen die ons ooit met hun aanwezigheid hebben vereerd, is prinses Moana misschien wel mijn favoriet. Ze is een felle feministe met een niet te stoppen vastberadenheid om de mensen van wie ze het meeste houdt te redden. En nu weten we hoe onze geliefde prinses Moana er in het echt uit zou zien. Ook deze prinses werd getekend door de digitale kunstenaar en illustrator Jirka Vaitanen. Wist je dat de cartoon Moana en de actrice die de rol van Moana vertolkt gelijkenissen vertonen? Uit puur toeval wil Auli Cravalho bijna op Moana lijken. Of ja, Moana op haar dan. Het personage van Moana was al compleet nog voordat Disney de stemacteur voor de rol had gekozen. Echter lijkt Moana toch heel wat op Auli Cravalho. Vooral hun golvend donker haar lijkt bijna identiek. Nog een leuk ding om te weten is dat Auli ten tijde van de opnames amper 14 jaar oud was. Ook een tiener dus als Moana. Waarschijnlijk kon ze zich daardoor goed inleven in de rol. Ze werd hiermee ook de jongste persoon ooit die een Disney-prinses heeft mogen spelen. Vind je dat de tekening van Jirka op de echte Auli lijkt? En andersom? Ik ben benieuwd naar je antwoord in de comments. En nu is het even genoeg met mooie prinsessen. De tekeningen die nu volgen zullen je vermoedelijk nachtmerries en slapeloze nachten geven. Je bent gewaarschuwd. Word je snel bang van enge en griezelige dingen, dan kijk je liever niet naar dit gedeelte. Ben je echter heel nieuwsgierig naar hoe onze favoriete vrienden uit Bikini Bottom eruit zouden zien in werkelijkheid, dan kijk je nu gewoon door naar de video. Let wel, deze beelden blijven voor altijd gegrift in je geheugen. 9. Octo. Ik laat je nu drie tekeningen zien van Octo de inktvis uit de cartoon SpongeBob SquarePants als hij echt was. Je vraagt jezelf waarschijnlijk af wat je je daarbij moet voorstellen, want Octo is een inktvis. Er is één gegeven die je goed moet onthouden over Octo. Hij is niet moeders mooiste. 3D-kunstenaar Miguel Vázquez heeft met zijn interpretatie Octo tot een held gemaakt in plaats van de sarcastische en snerende figuur die hij altijd speelt. Had je ooit gedacht dat je Octo zou zien met spierbundels en borsthaar? Toen ik deze afbeelding voor het eerst zag, lag ik meteen in een deuk. Vandaar dat ik het meteen met jou wilde delen. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Octo de inktvis als groene krachtpatser in een strak pakje. Deze kunstenaar is echt lollig aan het doen. Ik vond ook deze afbeelding, maar kon niet achterhalen wie het heeft gemaakt. Deze versie van Octo lijkt meer op een buitenaards wezen, vind je ook niet? Toch kun je er Octo in terugzien. Kijk maar naar dat grote hoofd en die grote neus. En tenslotte een veel realistischer beeld van de meest sarcastische en snerende inktvis van Bikini Bottom. Octo met een hangend en ongeïnteresseerd gezicht. Ja, ik zei het in het begin van dit nummer al, Octo is niet de mooiste en deze versie van hem geeft een bijna exacte weergave van niet alleen het cartoon-character, maar nog meer de persoonlijkheid die Octo is. 8. SpongeBob en Patrick. Natuurlijk laat ik niets aan het toeval over en moet je zeker ook deze super realistische tekeningen van SpongeBob en Patrick meegeven vandaag. We kennen allemaal SpongeBob SquarePants, de opgewekte, vrolijke, onnozele, gele spons die in een ananas onder de zee leeft en veel te lief is voor iedereen.
Net als bij veel geanimeerde personages hebben SpongeBob en andere cartoonfiguren nogal een vreemde vorm. Maar dat komt natuurlijk door hun personages. SpongeBob heeft een vierkante vorm omdat hij een spons moet voorstellen en draagt daarom een vierkante broek. Zijn beste vriend Patrick is een zeester. En zoals je verwacht van een zeester heeft hij dus een punthoofd. Durf je je in te beelden hoe deze twee beste maatjes eruit zouden zien in het echt? Het is moeilijk voor te stellen dat ze er menselijk uit zouden zien met zulke rare lichaamskenmerken. Gelukkig heeft kunstenaar Miguel Vázquez, hij houdt klaarblijkelijk van dit soort rare transformaties, dit voor ons gedaan. Na het zien van deze foto weet ik niet of je nog op dezelfde manier naar onze gele vriend uit de zee zou kunnen kijken. In plaats van die vrolijk vierkante spons krijg je nu dit. Links staan SpongeBob en rechts staat Patrick. Heb je even een momentje nodig om het te verwerken? Wat een engert zijn ze geworden. Waar te beginnen? Wat zijn ze nu eigenlijk? Geen mensen voor mijn gevoel, maar gemuteerde wezens. Net een soort van Frankenstein. Maar wacht, de nachtmerrie is nog niet voorbij. Wat vind je van deze creaties? Zou je vrienden willen zijn met dit punthoofd dat Patrick moet voorstellen en deze griezelig uitziende SpongeBob? Hij lijkt wel een seriemoordenaar. Mij niet gezien. Deze cartoon-karakters mogen voor mij gewoon cartoon-karakters blijven. 7. Buzz Lightyear. Ben je al bijgekomen van onze vrienden verschrikkingen uit Bikini Bottom? Dan gaan we nu weer even terug naar normaal. De Braziliaanse kunstenaar Rony Neary nam een minder angstaanjagende benadering voor deze fotorealistische digitale versie van hoe Buzz Lightyear eruit zou zien als een echt mens. Buzz Lightyear is een Space Ranger en de vriend van Woody in de cartoon Toy Story. Dit is een Amerikaanse computergeanimeerde buddy comedy uit 1995, geproduceerd door Pixar Animation Studios en uitgebracht door Walt Disney Pictures. Zoals je Buzz Lightyear kent van de cartoon, zou je hem na het zien van deze superrealistische tekeningen bijna niet herkennen. Op deze afbeelding zonder kap op kun je duidelijk de knappe kenmerken van een echte Buzz zien. Deze kunstenaar heeft de perfecte Buzz voor onze vrouwelijke kijkers gecreëerd. Wat vinden jullie van deze charmant uitziende Buzz? Zou je hem daten? Maar wacht eens even, ik vond er nog een plaatje waarop Buzz nu zijn kap dicht heeft. Hij lijkt wel een acteur in een actiescène van een spannende science fiction film. Wat een transformatie. Zo zie je dat je veel kunt doen met wat computerprogramma's en wat editing. Ik vraag me af of ze mij ook in zo'n stoere superheld kunnen omtoveren. Zou je dat ook graag willen voor jezelf? Vreemd en grappig om te zien hoe al die cartoons bijna tot leven komen. Voor meer van dit soort video's zorg je ervoor dat je je abonneert met de bel aan. Druk ook op de duim als je de video tot nu toe leuk hebt gevonden. En nu naar nummer 6. Popeye the Sailor Man. Vroeger, toen ik naar deze cartoon keek, dan dacht ik werkelijk dat ik groot en sterk kon worden als ik blikjes met spinazie zou eten. Popeye is een sjovele kleine zeeman met uitpuilende onderarmen, een scheel oog en een verwrongen gezicht. Hij heeft altijd een pijp in zijn mond en altijd een blikje spinazie bij de hand. Hij is altijd klaar voor een gevecht in plaats van een redelijke discussie, heeft een schorre stem en mompelt constant zachtjes. Zijn vriendin is de dunne, ongecoördineerde Olive Oil, voor wiens aandacht Popeye constant wedijvert met Bluto, zijn bebaarde, kolossale rivaal. De figuur van Popeye werd oorspronkelijk uitgebracht als een stripverhaal en pas later als een cartoon. Wist je dat de figuur van Popeye vermoedelijk werd geïnspireerd door een echte persoon uit Chester, Illinois in Amerika? Deze foto toont Frank Rocky Fiegel. Hij woonde in dezelfde stad als de bedenker van Popeye, Elsie Chrysler Seeger. Fiegel had één oog, een opvallende kin, hij rookte een pijp en ging vaak vuistgevechten aan. Er zijn verschillende versies van Popeye te vinden. De een wat leuker dan de andere. Deze van Hossein Diba komt naar mijn mening het dichtst bij de foto van Frank Siegel. Popeye werd echter ook als een echte Hercules getekend door Lee Romao. Zou hij meer dan één blikje spinazie hier hebben gegeten? Want hij ziet er enorm gespierd uit. Moet je die armen en handen zien. Bluto zou niet durven te sollen met deze echte Popeye. Ten slotte een weergave volgens kunstenaar Rick Baker. Hij is zesvoudig Academy Award winnend special effects make-up artiest en besloot blijkbaar een levensechte versie van de beroemde cartoonzeeman te maken. Ervan uitgaande dat Popeye een figuur is uit de jaren 30, dan is deze oude versie van Popeye misschien toch wel een juiste. Iedereen wordt wel eens een dagje ouder, zelfs de spinazie-etende zeeman. Hij lijkt echter niet meer zo vriendelijk als voorheen. Wat vind je van deze oude Popeye? 5. Bart Simpson. Nog zo'n cartoon-karakter die ik liever niet in levende lijven wil tegenkomen is Bart Simpson. Behalve dat hij in het echt waarschijnlijk ook een klier zal zijn en mij mateloos zou irriteren, ziet hij er ook niet uit. Hij lijkt niet op iets van deze wereld en kan beter in de cartoon blijven. Het raarste is dat hij van die rare lippen heeft in plaats van een kin. En waarom is hij eigenlijk niet geel zoals in de cartoon? Ja, dat klopt, want gele mensen bestaan niet. Wist je trouwens dat de cartoon-karakters van The Simpsons bewust geel zijn gemaakt, zodat het opvalt wanneer je zit te zappen door de kanalen?
Zo weet je meteen dat je naar de serie kijkt. Deze versie van kunstenaar Hossein Diba ziet er een stuk realistischer uit. Bart heeft hier zijn standaard effen rode shirt aan en gelukkig heeft hij hier wel een kin. Zou deze Bart misschien niet zo'n pestkop zijn in het echt? Hij geeft me niet echt het qua jongen gevoel, maar lijkt hier meer een coolere knaap te zijn. Wat denk je? Nog voordat je te veel hebt gehoopt dat Bart een lief engeltje kan zijn, deel ik deze laatste griezelige tekening met je. Hoewel je de karakteristieke trekken van Bart Simpson kan herkennen, lijkt deze versie een tikkeltje overdreven, of niet? Het lijkt meer op een buitenaardse Bart. Of wil de kunstenaar gewoon de ware aard van de gele kwajongen tentoonstellen? Welke van de drie versies zou jij in werkelijkheid willen ontmoeten? Laat je antwoord achter in de comments. Ik ben erg benieuwd. Om even bij te komen van Bart Simpson, kijken we achtereenvolgens weer naar twee schoonheden. Een beetje variatie is goed voor de verandering. Ik durf te wedden dat je deze twee prinsessen vast in het echt zou willen ontmoeten. Ik in ieder geval wel. Laat me in de comments weten welke van de twee jouw favoriet is. 4. Belle. Bonjour, het is Belle. Er valt alleen maar goeds op te merken over deze Disney-prinses. Belle is intelligent, zorgzaam, leergierig, houdt van lezen, ze is stoer en braaf en daarbovenop is ze ook nog knap. Met deze mooierd wil je maar al te graag kennis maken. Ze heeft alles wat je in een prinses zoekt. Je zal wel eerst tegen het beest moeten vechten. Durf je hem aan? Voor nu dan alleen nog maar dromen over hoe Belle er in het echt uit zou zien. Kijk maar naar deze twee prachtige exemplaren van de Finse kunstenaar Jirka Vaitainen. Deze kunstenaar heeft de onschuld en natuurlijke schoonheid van Belle als het dorpsmeisje goed weten vast te leggen. De outfit is precies zoals in de cartoon en haar kapsel idem dito. In tegenstelling tot deze versies vond ik deze stoere vertoning van een iets modernere Belle. Hier wordt ze door kunstenaar Fernanda Suarez nog steeds als een boekenworm afgebeeld zoals in het originele verhaal, maar dan gekleed in een eigentijdse look. Ook haar kapsel en make-up zien er anders uit. Zo lijkt Belle een stuk ouder, maar wel echt van deze tijd. Nog steeds knap, maar dan in een modern jasje gegoten. Welke vind je het mooist? Het traditionele boerenmeisje Belle of de stoere hippe moderne Belle? Maak een keuze en zet je antwoord in de comments. 3. Ariel. Ariel is de laatste Disney-prinses op deze lijst. Wie zou er nou niet een zeemeermin in het echt willen ontmoeten? Ik zeker wel. Daarom mag Ariel zeker niet ontbreken in deze video. Ze is een geliefde prinses in de zee, maar ook op het land. Zouden we haar in het echt ontmoeten, dan zou ze volgens enkele cartoonkunstenaars er zo uit kunnen zien. Ik start met deze prachtige tekening van Tatjana Romanoff. Veel is niet bekend over deze kunstenaar, maar haar weergave van de echte Ariel is adembenemend. De tekening is zo gedetailleerd dat het bijna een foto lijkt van een echt meisje. De blozende wangen, sproeten op de neus, rimpels van de lippen en niet te vergeten het golven van het wilderig rode haar maken dit plaatje bijna levensecht. Dit is een prachtige versie van de zeeprinses, vind je ook niet? Ook bij deze prinses heeft de Finse kunstenaar Jirka Vaitainen meerdere pogingen gewaagd om Ariel tot leven te brengen in zijn tekeningen. Zijn versies zijn ook aardig gelukt en eveneens heel mooi. Hoe je het ook draait of keert, Ariel is gewoon altijd een schoonheid, in de cartoons, maar ook als ze echt zou zijn. Ook al heeft ze een schubbige staart en geen voeten. 2. Marge Simpson. Helaas kunnen niet alle cartoon-karakters er als Ariel uitzien. Marge Simpson is niet de beste moeder in Springfield, maar ze doet altijd haar best voor haar kinderen en haar echtgenoot. Wie kan niet van het cartoon-karakter van Marge houden? Cartoonkunstenaar Hossein Diba maakte deze 3D-tekening. Haar charmante glimlach, torenhoge blauwe kapsel, rode kralen en groene jurk zeggen je al meteen dat het om Marge Simpson gaat. Dat is, als je de serie tenminste kent. En als je de serie niet kent, dan is mijn vraag nu, op welke planeet woon je? Enfin. De tweede foto van Marge die ik met je wil delen is gemaakt door cartoonkunstenaar Miguel Vasquez. Ik kijk eerlijk gezegd liever naar de vorige tekening. Het is wel een goede weergave van hoe Marge er in het echt uit zou zien, maar dat maakt haar niet mooier. Het lijkt erop alsof haar ogen uit haar schedel willen springen. Ik zou geen oogcontact met haar durven maken, jij wel? En wat zeg je van die gigantische mond en die lippen? Zou je deze Marge durven kussen? Ze ziet er in ieder geval wel lief uit. Deze tekening, ook van Miguel Vasquez, zal je nog meer de kriebels geven. Zo ken ik Marge al helemaal niet. Veel hoef ik er eigenlijk niet over te zeggen, behalve kijk en huiver. En tenslotte de zeer geliefde echtgenoot van Marge en gele vader uit Springfield op nummer 1, Homer Simpson. Er zijn heel wat kunstenaars die het hebben gewaagd om een 3D-versie te maken van Homer Simpson. Hiermee krijg je een bijna echt beeld van de donut-etende en het luie cartoon-karakter. Ben je er klaar voor om deze schrikbarende foto's te zien? Hier gaan we dan. Deze eerste foto van Homer met de gele achtergrond spreekt meteen tot je. Of beter gezegd, het kijkt meteen naar je. Voel je die extreem ronde, uitpuilende ogen naar je staren tot in je ziel? Zijn ogen lijken wel op glanzende biljartballen. En waarom is zijn neus zo lang en zijn oren zo klein? En hoe staat het met zijn rare mond? Je kunt niet echt uitmaken waar zijn mond eindigt en waar zijn kin begint. Zie ik het goed?
lijkt deze Homer wat trekken te hebben van de acteur Bruce Willis. Hij is net een lelijke broer van Willis. Laten we maar verder gaan naar het volgende plaatje. Misschien is deze beter. Zoals je weet is Homer dol op donuts. Op dit plaatje wordt Homer weergegeven met zijn favoriete snack. Wat vind je hiervan? Is deze beter of erger dan de vorige? Deze 3D-print werd ook gemaakt door cartoonkunstenaar Hossein Diba. Hoewel Homer er nog steeds niet knapper uitziet, mag wel gezegd worden dat hij een stuk menselijker uitziet. Vind je ook niet? En tenslotte de versie van cartoonkunstenaar Miguel Vasquez. Ja, sorry. Ik had vooraf moeten waarschuwen dat deze laatste 3D-tekening van Homer jou een beetje zou verrassen. Deze versie is verreweg de meest angstaanjagende. Daar zijn die uitpuilende ogen weer. En dit keer met grotere pupillen. Ik hoop niet dat je naar deze video hebt gekeken vlak voor het slapen gaan. In dat geval wilt rusten, want deze Homer wacht op je in je zoete dromen. Welke van deze cartoon-karakters in de echte mensenversie heeft je het meest verbaasd? Zet je antwoord nu in de comments. Voor meer leuke video's als deze, help je Top 10 kanaal om te groeien. Dit doe je simpelweg door te abonneren met de bel aan en het duimpje omhoog. Dankjewel en tot morgen.